Hey, welkom in deze video. Ik zou zeggen in een nieuwe week, maar als je het vandaag bekijkt, dan zijn we eigenlijk, of we luisteren, zijn we nog zondag, zijn we eigenlijk nog het laatste van januari. In ieder geval, welkom in deze video. De laatste dagen, de laatste weken, zo niet zelfs het laatste jaar, heeft ons echt tot aan de rand van de ravijn geduwd, van de afgrond geduwd. En sommigen hebben eigenlijk maar net het overleefd. En dan heb ik het niet over fysiek overleven, maar wel voor emotioneel overleven. Dat we eigenlijk onze vraag gaan stellen van wat is er eigenlijk gebeurd? En dan komen we op de vraag van wat zijn de schaduwkanten? Want schaduwkanten, dat is eigenlijk tegenwoordig een term die heel vaak gebruikt wordt, maar waarbij het niet altijd duidelijk is wat dat het concreet betekent. Dus klanten hebben mij al de vraag gesteld van welke eigenschappen zijn het dan? En hoe weet ik dan of ik aan mijn schaduwkanten werk? Of een andere vraag die ik ook kreeg is van wat bedoel je met onbewust? Of wat bedoel je met een schaduw? Dat zijn allemaal vragen die meermaals eigenlijk aan bod gekomen zijn de laatste weken en maanden. Wat ervoor zorgt dat er eigenlijk wellicht ook nog heel veel andere mensen met die vraag zitten. En dus vandaar tijd voor verduidelijking. Nu, schaduwkanten kun je eigenlijk een beetje vergelijken als een blinde vlek. Je moet ook weten en begrijpen dat schaduwkanten, als je het zo hoort, ik weet zelfs niet eigenlijk of dat echt een Nederlandstalig officieel woord is, als ik het zo mag zeggen. Maar dus, je kan dat niet omschrijven als één eigenschap. Het is voor iedereen anders, gezien de emotionele wonden van elke ziel ook anders zijn. Dus als je het een definitie zou willen geven, dan zou ik zeggen dat het schaduwkanten eigenlijk alles omvat, gaande van emoties, gedachten, gedrag, patronen, waarden en normen, maar dat je eigenlijk wegduwt. Dat je niet herkent, omdat het eigenlijk te pijnlijk is. En hierdoor blijven die schaduwkanten jou op een negatieve manier beïnvloeden, zoals je zou kunnen vergelijken met een etterende wonde. Waardoor je ze eigenlijk zou kunnen noemen schaduwwonden. Nu, iets wat onbewust is, zou je dus eigenlijk kunnen omschrijven als die zwarte vlek op je oog. Of een blinde vlek, zoals je bij een chauffeur vaak hebt. Hè. Dus als je weet hoe dat is als je met de auto rijdt, dan heb je niet altijd alles gezien. Dan is er altijd wel een plek of een vlek. Dat je eigenlijk niet ziet. En wanneer je bijvoorbeeld dan wenst te weten te komen wat datgene is, wat dat onbewuste is, of als je wil weten wat dat maakt dat je constant een bepaald probleem hebt, of waardoor je constant dezelfde les krijgt, dan kom je eigenlijk op die onbewuste zaken. Dus dan maak je eigenlijk dat die onbewuste zaken de kans krijgen om naar boven te komen. En hierbij is het natuurlijk dan belangrijk om een manier te vinden om het onbewuste naar het licht te halen, zodanig dat jij er bewust kan over worden. Want het is zo dat je eigenlijk ni niks kan channelen, dus je kan geen informatie ontvangen over iets waar je nog geen verbinding kan maken met informatie die je wel al kent. En als ik dat uitleg aan mijn klanten, dan geef ik vaak de vergelijking met intelligentie. Intelligentie, dus jouw IQ, is niet iets die vaststaat. Je kan dat eigenlijk groeien, verder ontwikkelen. Net zoals je leert met de fiets rijden bijvoorbeeld. Dus hoe werkt het wanneer je eigenlijk nieuwe informatie kan koppelen aan het referentiekader waar dat jouw intelligentie reeds in bestaat? Dus dat bestaat, dus dat zijn eigenlijk alle kennis en alle ervaring die je wel al hebt en kent. Dan kan je jouw IQ verruimen, verhogen, vergroten, of dat je het ook wel noemen. En zo werkt het ook met je bewustzijn. Op die manier kan je ook je bewustzijn gaan verruimen. Dus als je iets nieuwe informatie kan koppelen aan iets dat je al kent, iets waar je al bewust over bent, dan verruim je eigenlijk je bewustzijn. Nu, en dan daar ligt het goud. Dus in het onbekende ligt het goud. Dus in het diepe onbekende van je donkere kant, van die schaduwwonden, ligt de sleutel naar jouw succes, ligt de sleutel naar jouw vrijheid, ligt de sleutel naar harmonie, naar innerlijke lust, naar rust naar onvoorwaardelijke liefde. En ik zei lust omdat ik dacht aan onvoorwaardelijke liefde, dus vandaar waren dat de twee woorden in één. Dus door bewust te worden over je schaduwwonden, ga je eigenlijk het onbewuste
naar boven brengen en breng je eigenlijk diepe transformaties op gang. En hoe je dat aantrekt, hoe je dat manifesteert en vooral wat dat ervoor zorgt dat je het nog niet ziet in je realiteit, dat is eigenlijk allemaal zaken die in onderbewuste aan de gang, die in onderbewuste bezig zijn. En natuurlijk is dat ook voor iedereen anders, voor iedere ziel anders, want je wonden zijn anders. Ten slotte loopt iedereen ook een ander pad, terug naar zichzelf. En aangezien dat we allemaal een andere frequentie zijn van de bron, zijn er natuurlijk oneindig veel paden die we kunnen bewandelen. Nu, werken met je schaduw en je wonden healen, dat maakt je krachtiger. Door aan jezelf te werken en elke beperking, elke angst en elke twijfel die in je opkomt te transformeren, ga je het leven leiden dat je wenst. Want ik weet dat in het onbekende van je donkere kant duiken is heel beangstigend. Mensen zijn bang voor het donkere, mensen zijn bang voor het slechte, mensen zijn bang voor het negatieve. Maar uiteindelijk is het donkere, je schaduwkant, dat is niks negatief. Dat is eigenlijk gewoon licht die zijn kracht verloren heeft en die daardoor jou op een negatieve, op een verkeerde manier gaat gaan beïnvloeden. Dat is eigenlijk positieve energie die gewoon gepolariseerd is en eigenlijk een andere frequentie heeft gekregen. Dus omdat we altijd geleerd hebben om het altijd weg te duwen, in de hoop dat het ooit wel zou weggaan, maak je het eigenlijk erger. Want we hadden niet verwacht dat het zou gaan etteren en dat het groter zou gaan worden. Dus als jij je leven echt wil gaan transformeren en wil gaan verbeteren, gaan optimaliseren, dan moet je echt de diepte ingaan aan elke wonde aankijken. Hoe diep of hoe onmogelijk dat het ook lijkt, het kan en het is mogelijk. Welke wonden zijn er zo allemaal die regelmatig de revue passeren? Denk dan maar aan verlatingsangst. Wantrouwen door bedrog. En dat kan, hoeft dan zelfs niet altijd alleen maar in romantische relaties te gaan. Bedrog kan zich op verschillende manieren tonen. Gebrek aan zelfwaarde. Ontkenning van je bestaan. Het niet waardig voelen om hier, nu en dit leven te zijn. Bindingsangst, gebrek aan zelfvertrouwen, niet alleen in jezelf, maar dus ook in het leven in het algemeen. En zo zijn er nog heel wat diepe emotionele wonden die we mogen uitzuiveren. Ik heb ze zeker niet allemaal opgesomd, dus spin je daar niet op vast. Maar dat is om een voorbeeld te geven waarover dat het eigenlijk allemaal kan gaan. En op het moment dat je denkt dat je het geheeld hebt, dan ga je ook vaak merken dat het weer in een andere situatie weer naar boven komt. Zodat het altijd maar dieper en dieper op een dieper niveau van jouw zijn, van jouw energie kan gaan helen. Denk maar aan jaloersheid. Jaloersheid heeft te maken met jezelf niet waardig genoeg vinden of jezelf niet goed genoeg vinden voor het een of voor het ander. Dus kijk altijd achter wat hetgeen dat je in eerste instantie ervaart, kijk wat er daarachter ligt. Want dat gaat helpen om jouw hoogste potentieel uiteindelijk te kunnen gaan leven. Dat kan je dus door niet alleen aan je schaduw te werken, maar ook door te leren hoe dit universum in 5D en hogere energieën werkt. En dus alles wat je ooit geleerd hebt, dat werkt niet meer in 5D, dat werkt nu niet meer. Vraag en je zal ontvangen. Zo werkt het. Ja maar. Hoor je me al afkomen? Ja maar. Daar gaat het transformeren over. En transformeren is lastig, zeker als je alles alleen wenst te doen. Want het gaat net over dat onbewuste. Iets waar je onbewust over bent, iets over dat niet wordt gespiegeld door iemand anders, is heel moeilijk om te zien. Ikzelf heb ook mensen nodig die die zaken aan mij terugspiegelen. Dus door aan te haken aan de energie van de oplossing, of via mij of iemand anders jou te laten helpen en ondersteunen, kan je sneller doorheen die moeilijke en uitdagende fasen gaan. Blokkades en schaduwen mogen naar het licht gebracht worden, zodat ze jou niet langer beïnvloeden en zodanig dat je weer vooruit kan gaan. Dus leer loyaal te zijn aan jouw essentie. Leer hoe dat je meester manifestator wordt om niet alleen vanuit je vrouwelijke energie, maar vanuit de samenwerking met je vrouwelijke en je mannelijke energie te gaan manifesteren, zodat je op korte termijn de vruchten van je harde werk gaat zien. Hogere inzichten of leven vanuit een hoger bewustzijn, daar staat niets voor als je ze niet in de praktijk kan brengen. En net door je donkere kracht van je persoonlijkheid te leren waarderen, want dat is gewoon een ander deel van je persoonlijkheid, van wie dat je bent, kan je je volledige essentie omarmen. En kan je dat gaan gebruiken voor je geluk en voor je vrijheid en voor wat je ook allemaal wilt. Dus wees ervan bewust dat zolang dat er zaken zijn die in je onderbewuste liggen te sluimeren, dan gaan ze jouw leven beïnvloeden. En dus ook de resultaten van je creaties en je manifestaties.
Dus voel je een drang om je geestelijk vrij te voelen? Wil je die innerlijke transformatie bewust aangaan? En ben je klaar om het leven te leiden waarvan je voelt dat het voor jou voorbestemd is? Erken dan je diepste drijfveren en neem actie in de richting van je doel. Ik ben gecommitteerd aan jouw bewustzijn en aan je groei en aan je essentie. Dat is de reden waarom ik regelmatig deze video's maak. Dat is de reden waarom ik samenwerk met al die fantastische klanten. Dus ik ben er klaar voor om jou op weer verder te helpen. De vraag is of jij er klaar voor bent. Mocht je het nodig hebben, dan mag je me altijd contacteren als je jouw transformatieproces efficiënt wil aanvliegen en klaar bent voor die diepe transformaties. Zodanig dat ze ook jou meer vrijheid geven, meer geluk geven en die innerlijke rust of wat dat het ook mag zijn waar je naar verlangt op dit moment. Alles is mogelijk. Als jij het nodige werk doet en jezelf toelaat om het vervolgens te ontvangen, dat is het enige dat gevraagd wordt. Zo, dat was het voor deze keer. Ik hoop je te ontmoeten in een volgende video. Mocht je vragen hebben of opmerkingen of ervaringen, zet ze gerust onderaan deze podcast of video. En dan probeer ik daar op een heel eenvoudige manier ook weer een antwoord aan te geven. Zo. En in oneindig veel licht en liefde, maar ik probeer veel te veel te zeggen in één keer vandaag. Dus in oneindig veel licht en liefde en dan zie ik jou in de volgende. Dag!